Ja, dank u wel, voorzitter. En dan twee keer ook dat u dit toestaat. Ja, vandaag mag ik uw Staten toespreken in mijn maiden speech. En ik sprak al eerder in de Staten ten tijde van de voorgenomen fusie van Eindhoven met Nuenen-CA. Toen in hoedanigheid als fractievoorzitter voor VVD Nuenen. En vandaag spreek ik hier als Statenlid. Dan nu naar het Statenvoorstel. Om te beginnen wil ik mijn waardering uitspreken voor het Philharmonie Zuid-Nederland. Ik ben één van die Brabanders die van de opgedragen concerten en klassieke muziek geniet. Maar vandaag gaat het om de inhoud. Voor ons ligt een statenvoorstel waarin gevraagd wordt om voor de periode 2022 tot en met 2024 in te stemmen met het inzetten van maar liefst 4,5 miljoen ter ondersteuning van de Philharmonie Zuid-Nederland. Het gaat dus om 1,5 miljoen euro per jaar ten laste van de voor vrije tijd cultuur, sport en erfgoed gereserveerde bestuursakkoordmiddelen. De Philharmonie krijgt geld uit diverse hoeken. Het Rijk, de provincie Brabant, de provincie Limburg en gemeente Eindhoven. De VVD-fractie wil de subsidiehoogte mede beoordelen aan de hand van de bijdrage van het orkest aan talentontwikkeling en cultuureducatie in Brabant. VVD Brabant zei het al in 2017. We vertrouwen erop dat de Philharmonie de komende periode haar meerwaarde bewijst als vitaal onderdeel van het Brabantse culturele ecosysteem. Op basis daarvan bekijken we de mogelijkheden om het orkest te ondersteunen. En door collega statenleden is in 2017 ook de term eigen broek ophouden gebruikt. Voorzitter, op een van de technische vragen die de VVD heeft gesteld, antwoordde GS dat er formeel geen afspraken zijn gemaakt met Philharmonie Zuid-Nederland over de hoogte van het subsidiebedrag. Kan GS dit nader toelichten? Voor VVD Brabant is het geen automatisme dat er provinciale steun voor Philharmonie Zuid-Nederland komt voor 2022 en de daaropvolgende jaren. De vraag is, voorzitter, of de Philharmonie haar meerwaarde in het Brabantse culturele ecosysteem heeft bewezen. Is er voldoende sprake van cultuureducatie en is de inspanning van Philharmonie Zuid-Nederland voor de inbreng van eigen geld voldoende? Voorzitter, de subsidieaanvraag van Philharmonie Zuid-Nederland komt naar provinciale staten in een separaat statenvoorstel. De VVD stelt voor het Philharmonie Zuid-Nederland te behandelen zoals alle andere instellingen die de provincie om subsidie vragen. Kan GS ons toelichten, 1, hoe Philharmonie Zuid-Nederland aan deze status apart komt? En 2, kan de subsidieaanvraag van Philharmonie Zuid-Nederland meegenomen worden in de volgende subsidieronde voor de hedendaagse kunsten? De VVD ziet het liefst dat de subsidie aan Philharmonie Zuid-Nederland naar 2024 toe wordt afgebouwd, zodat er ruimte ontstaat binnen het budget van 30 miljoen, binnen de portefeuille vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed. 3 miljoen slokt een groot gedeelte van dit budget op. De VVD wil graag een integrale afweging maken tussen de beschikbare middelen in de vrije begrotingsruimte op cultuur, sport en erfgoed. Zo is het belangrijk dat sport evenredig wordt gewaardeerd als cultuur. Sport houdt mensen vitaal en fit en stimuleert talentontwikkeling. Daarnaast is het cruciaal om de afweging te kunnen maken binnen de middelen van cultuur. Ik wil hierbij namens de VVD een amendement indienen, wat inmiddels in het bezit van de griffie is. Wat mij verraste is de mail die de woordvoerders van de gedeputeerden vlak voor de vergadering ontvingen. Met de mededeling dat in tegenstelling tot eerdere berichten Philharmonie Zuid-Nederland het huurcontract met Muziekgebouw Eindhoven wel heeft verlengd. Voorzitter, het is nog maar de vraag of Philharmonie Zuid-Nederland in Brabant blijft of gaat verhuizen naar Limburg. Want wat betekent een vertrek uit Brabant bijvoorbeeld voor het advies van de Raad van Cultuur en de daarbij behorende subsidie van het Rijk? De VVD vindt dat we over standplaats ten opzichte van subsidie duidelijke afspraken moeten maken. Voorzitter, leidt verandering van standplaats naar een locatie buiten Brabant bijvoorbeeld tot ontbindende voorwaarden? We zijn benieuwd naar de reactie van gedeputeerde staten. Tot zover. Ja, ik dank u voor uw medespeech en er zijn zoals gebruikelijk bloemen.